COA neemt het onder de loep. Er komen ontzettend veel stoffen terecht in het oppervlaktewater. Hier bijvoorbeeld landbouw, rioolwaterzuivering en industrie. Wereldwijd gaat het om 350.000 stoffen. Veel van die stoffen kunnen schadelijk zijn voor de biodiversiteit. Het is lastig om te bepalen welke maatregelen het meest zinvol zijn om de biodiversiteit te beschermen. We hebben een methode ontwikkeld om te bepalen op welke plaatsen en door welke stoffen de grootste problemen veroorzaakt worden. En op basis daarvan kun je vervolgstappen nemen. Vergelijk het met de parabel van de kanarie in de kolenmijn. Als er wat met die kanarie gebeurt, weet je nog niet door welke gassen dat gebeurd is. Maar je weet wel dat er op die plaats iets aan de hand is. Als waterschap wil je kunnen prioriteren. Een aanpassing aan een RWCT is erg kostbaar. Dan wil je wel kunnen aantonen dat een bepaalde maatregel ook de juiste is. Andersom wil je ook kunnen aantonen wanneer er resultaten geboekt zijn. We hebben een website ontwikkeld, sleutelfactortoxiciteit.nl. Dat is een gereedschapskist voor waterbeheerders die helpt met het opsporen en aanpakken van giftige stoffen en stoffenmengsels.